Ja, dames en heren, we staan hier voor een volière met fluitende kanaries. En we hebben dus over de Eerste Gennepse Kanarievereniging. Ja, meneer Aerts, we hadden gelezen dat het afgelopen was met de kanarievereniging. Klopt dat? Nee, dat is absoluut niet waar. We hebben een bestuurswisseling gehad. En we hebben dus dit jaar hebben we dus inderdaad geen tentoonstelling, wat er ook vermeld stond in de kranten. Daarop heb ik gereageerd ook aan in de kranten laten zetten. Dus dat we dus nieuw bestuur hebben. Met de bestuursleden die zijn erin benoemd. En we gaan dus gewoon verder. Volgend jaar hopen we toch weer een tentoonstelling aan te draaien. Ja, geen tentoonstelling. We hebben hem jaarlijks bezocht in het buurthuis. Geen tentoonstelling. Waarom niet? Ja, het zat eigenlijk te kort daaraan. We zijn in juni bestuurswisseling hebben gehad. Ja. En in juni dan krijg je dus geen keurmeesters meer. Dan is het dus heel moeilijk om nog een tentoonstelling aan te houden. Nee. Normaal is het gesproken dat je dus in januari, februari schrijf je de keurmeesters aan. En dat is in dit geval dus niet. Ja goed, en nou voor het volgend jaar. Dan kunnen we toch weer gaan kijken naar al die mooie mussen. Ja, ik hoop het eerlijk gezegd wel. Je spreekt eigenlijk een beetje onterecht over mussen. Maar het zijn dus echt wel vogels, want het is echt de vogelsport. En ik hoop dus inderdaad dat we volgend jaar weer een tentoonstelling kunnen organiseren. Is het niet hier, dan zal het elders zijn, maar misschien in samenwerking met. Maar we willen toch wel zoiets op touw gaan zetten, ja. Ja, goed. De mussen is natuurlijk niet oneerbiedig bedoeld. Maar ik weet vanuit het Groesbeekse, elke vogel is een mus. Dus ook kanaries. Ik weet wel beter. Tentoonstelling, maar als ik dan naar kijk, jullie brachten in het verleden een heleboel verschillende vogels op tentoonstelling. En jullie hadden ook een prachtige gids. En dat dan nog allemaal gratis. Ja. Zijn jullie nou niet bang dat je die sponsors daar kwijt bent? Nou, dat hopen we eerlijk gezegd niet. We gaan er toch gewoon vanuit dat wij volgend jaar de sponsoren weer opnieuw kunnen en mogen gaan benaderen. En dat ze dus spontaan weer met ons meegaan. En dat ze toch ook zullen zeggen van oké, we hebben de Gennepse Kanarieclub hoog in het vaandel. En die zullen we dan ook daarin steunen. Daar waar nodig is natuurlijk. Bestuurswisseling betekent ook meteen veel verlies van leden? Nee. Wij hebben sinds de bestuurswisseling vijf nieuwe leden erbij gekregen. Oh. Dus we zijn eigenlijk best wel goed op de goede weg. En wij hopen dus eigenlijk dat er dus nog steeds meer leden bij zullen komen. Want ja, ieder lid is natuurlijk altijd welkom. Ja. Maar wat moet het dan zijn? Nou, ze kunnen zich melden bij mij. En ze kunnen mij bellen. En dat gaat dan onder telefoonnummer 06-486-28-303. Dus ja, één ieder die zich geroepen vond om vogels te kunnen gaan kweken. Ook mensen die dus gewoon een foyère hebben, ja, zoals jij, Ger, onder andere. Ik weet, jij hebt ook vogels. En mensen die dus vogeltjes kweken, ja, dan is het ook prettig als de vogeltjes geringd zijn. Want het is toch steeds moeilijker om vogels die niet geringd zijn, om ze weer kwijt te raken. Nima TV.